Dames en heren, welkom bij dit vraaggesprek dat we gaan hebben met de minister van Justitie en Politie, de heer Stuart Getrouw. Met hem gaan we onder meer van gedachten wisselen over de situatie op de Weidenbosbrug. Zoals u weet heeft de politie recentelijk maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. En met de minister praten we ook over een aantal andere zaken. Minister Getrouw, welkom bij dit vraaggesprek. Sowieso de laatste tijd is dit onderwerp het gesprek van de dag. En dat is natuurlijk de situatie op de Weidenbosbrug. Voornamelijk wanneer er zich een verkeersincident zich heeft voorgedaan. We hebben toch gemerkt, minister, dat de afgelopen periode toch wel heel wat incidenten zich hebben voortgedaan. Welke concrete maatregelen zijn er vanuit het ministerie van Justitie en Politie getroffen? Ik heb het Dries geruime tijd gezegd, dus dat behalve de geweldscriminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit en die georganiseerde criminaliteit, verkeersveiligheid toch een heet hangijzer is. Het ministerie is reeds lang bezig, ja, om de doelmatige oplossingen te vinden om die verkeersveiligheid te garanderen. Vanaf 2009 is men bezig. Ja? Maar op een gegeven moment moet er wat vaart achter worden gezet. En na de afgelopen situaties welke zich hebben voorgedaan op de brug, op die Weidenbosbrug, zijn we dan tot het besluit gekomen om terstond in te grijpen. Het gaat erom dat zwaar materieel, ja, bij zwaar materieel, bij het opklimmen van die brug en het dalen van die brug, is de druk op de assen met dat gewicht dan een andersoortige. We hebben toen het besluit genomen om, willen we het veilig doen geschieden, want het gaat ook om de economie. Snap je? Indien je het helemaal stillegt, kan het dan consequenties hebben voor de ondernemers. Ja? Wat een doorwerking heeft naar onze staat. We hebben toen het besluit genomen om, men noemt het die venstertijden in het leven te roepen, dus opgezette tijden. Maar dat lukt niet altijd. Maar belangrijk is dat het opgaan van die brug, ja, en het dalen naar de andere zijde van die brug onder begeleiding moet plaatsvinden. En daar hebben we de politie voor. Ik heb toen het idee geopperd van je plaatst aan de voet beide zijden, dus aan de westelijke zijde en de oostelijke zijde, heb je het constante toezicht. Want de man kan boren toch. En dat moet je toch wel voorkomen, want het gaat om de veiligheid, ja, van mensen. En wanneer het zo moet, wanneer de oversteek moet plaatsvinden, dan dient die ondernemer het tijdig kenbaar te maken bij de politie. Want dan komt de motorsurveillance dienst in beeld. Die legt het verkeer even stil. En dan wordt het zwaar materieel begeleid naar de andere zijde. Ja? Er zal natuurlijk een file ontstaan. Maar we hebben professionele, ja, motorrijders, mensen van de motorsurveillance dienst, die weten wel hoe om te gaan wanneer de verkeersintensiteit op een gegeven moment verhoogd is. Dus het losstrekken van die file, dat is snel gedaan. De vraag is me ook gesteld van, is het iets voor de feestdagen? Nee. Wanneer we praten over handhaving, ja, dan moet het een consequente, constante situatie zijn. Want net wat ik zei, het gaat om mensenlevens. En we hebben al gezien wat er gebeurd is. We mogen de heren danken dat het niet erger is verlopen. Vandaar dat we ook gesteld hebben van dat van die tourbussen voorlopig, ja, totdat we een doelmatige oplossing daarvoor vinden, is het toch wel verboden dat die tourbussen de oversteek doen met mensen. Met mensen. Ja, met mensen. Ja. Het Keuringsinstituut, SHMS, die heeft inmiddels ook een nieuw bestuur. Ook de Raad van Toezicht is een nieuwe. En het zijn competente mensen. Ja, mensen uit de politie, die zich al die jaren ook verdiept hebben in de verkeersveiligheid. En de voorzitter is iemand die van wanten weet. Hij gaat de draad ook pakken, want ook hij,
toch? Ook, of nee, het instituut moet een bijdrage leveren. Ja, naar het waarborgen en het blijven handhaven van die verkeersveiligheid. Het jammerlijke ervan is dat er maar één keuringslokaal is. Ja, welke gecertificeerd is en welke voldoet aan alle eisen om het zwaar materieel te keuren. Maar in het nieuwe jaar, ja, zullen we er naartoe werken om het niet te laten bij één keuringslokaal. Dus het komt wel goed. Maar daarnaast moet ik ook zeggen, ik heb bij elk interview heb ik aangegeven dat de bijdrage van de overige weggebruikers van eminent belang is. Want al die zware aanredingen, die verkeersongevallen, is het de attitude van de weggebruiker. Ja? Hoe gedraagt men zich? Leeft men die verkeersregels na? Dat is tot nog toe niet gebleken. Ja? Maar de overheid die is belast met de handhaving. En we zullen erop toezien om het samen met de mensen, ja, op zodanig te bewerkstelligen dat het percentage, ja, van die verkeersongevallen zal afnemen. Ja. Als ik het goed begrijp, minister, als ik een truck heb met vracht, kan ik dus nu niet zomaar over de brug. Ik moet aangeven, eerst aangeven bij de politie. Klopt, ja. En dan word ik onder begeleiding overgezet. Ja. Oké, maar ik wil toch even stilstaan, minister, bij dat van... kijk, u treft maatregelen, dat is één. En eigenlijk bent u er een beetje al op ingegaan, maar de conditie van bepaalde voertuigen, van de trucks, zeg maar, die op afstand zie je al dat zo'n truck bijvoorbeeld niet aan de veiligheidseisen voldoet. Daar moet toch wel sneller wat aan gedaan worden, toch? U noemde komend jaar dat er een nieuw keuringsstation komt. Dat klopt. En laat me dit ervan zeggen, niet om u in de reden te vallen. Als het mocht blijken dus dat zo'n ondernemer afspraak heeft gemaakt met de politie, en het verzoek heeft gedaan om begeleid te worden naar de andere zijde van de brug, en blijkt dat het voertuig niet voldoet aan bepaalde eisen, dat wordt nu al gedaan. Dat heb je ook bij de begeleidingen van het zwart materieel. Dan die begeleiding wordt niet voortgezet. Het voertuig wordt ook nog aan de zijde gezet, aan de kant gezet. Snap je? Dus we gaan er niet aan meewerken. Ja? Dus u greep gelijk in. Je moet gelijk ingrijpen. Bewoners van voornamelijk Kommerwijnen, in de ochtenduren hebben we dat vaak, dat mensen klagen. Hoe vroeg men ook uit huis vertrekt, men komt toch laat aan. De maatregel waarbij onder begeleiding de trucks worden overgezet, kan voor toch wat stremming zorgen. Is er een andere optie, minister, om toch geen stremming op die brug te krijgen? Bij het bepalen van venstertijden is daarmee rekening gehouden. Snap je? Want als de mensen naar Paramaribo moeten komen om hun werkzaamheden te verrichten en ze niet op tijd op hun werk zijn, werkt het toch dan door? Ja? De productie van Suriname mag niet gestremd worden. Dus ook daarmee heeft men rekening gehouden. En als het mocht blijken dus dat de verkeersintensiteit over die brug door naar de Oost-West-verbinding hoog is, dan zal die begeleiding niet plaatsvinden. Snap u? Ja. Dus het is niet per definitie zo dat wanneer men belt, dat men terstond wordt begeleid naar de andere zijde. Nee. Okay. Je gaat de belangen afwegen toch? Snap je? Okay. Maar we werken er wel naartoe dat die verkeersintensiteit niet als zodanig is, dat er niet als zodanige filevorming zal plaatsvinden over die brug. Oké, we gaan naar december toe en vanuit mijn eigen ervaring weet ik wel van, het is over geheel Paramaribo een drukte van belang. Maar de politie is professioneel genoeg, adequaat genoeg om daarop in te spelen. Minister, is de Weidenbosbrug eigenlijk geschikt voor het overzetten van zwaar transport? En dan wil ik ook gelijk meenemen, heeft de overheid misschien nagedacht om het daarheen te leiden dat zwaar materieel of transport, zwaar vracht, over water wordt getransporteerd? Kijk, het is een heel technische vraag welke u me daarnet gesteld hebt. Ik ga ervan uit dat de brug wel geschikt is. Maar zwaar materieel, zwaar transport,
moet toch wel voldoen aan een bepaalde tonnage. Ik heb begrepen dat het gaat om 12.000 kilogram. Als blijkt dus dat het gewicht, de aangegeven tonnage te boven gaat, ja, dan zal sowieso terstond worden ingegrepen. Want heeft het ook begrepen, men heeft het ook al eerder begrepen, van, dus dat er ook dat er weegbruggen ja, geplaatst worden. Mm-hmm. Dat is het doel van een weegbrug. Maar om dan terug te komen op het andere deel van die vraag, het ligt in de bedoeling om bepaalde, als ik denk aan die zware houtblokken, ja, bepaalde lading over water te doen transporteren. Maar je hebt niet alleen maar die zware houtblokken. Je hebt ook die zware trucks die water transporteren. Die olietankers. Mm-hmm. Snap je? Die kan je toch niet vergelijken met die trucks met die zware houtblokken. Die moeten toch sowieso onder begeleiding van de motorservia, van de politie, naar de andere zijde begeleid worden. U garandeert een scherpe controle, minister. Dus niemand kan als het ware een borrel nemen om buiten de venstertijden iets over te zetten met een truck. Het is niet de bedoeling. Mm-hmm. Ja, vandaar dus dat ik het eerder ook heb gezegd dat ik een beroep doe op mensen. Om ook rekening daarmee te houden. Ja? Aan het begin stelde ik het ook al. Dat je aan weerszijden van die brug politiemensen hebt. Die moeten voorkomen dat die boromangs er zijn. Ja. Snap je? En ik wil het niet aan het toeval overlaten. Ja, dus we zijn serieus ermee bezig. Want mensenlevens, nee. Het mag niet gebeuren. Ja, dat er ten gevolge van een handeling, welke eerder voorkomen kan worden, er slachtoffers vallen. We zijn er al goed vanaf gekomen. Echt wel. Dus ik mag wel toch de garantie geven, ja, dat het goed komt. We hebben het gehad, minister, over de situatie op de Weidenbosbrug. Tenminste, de momenten waar in het verleden verkeersincidenten zich hebben voortgedaan. Maar deze periode van het jaar is ook natuurlijk een geschikt moment dat u zich natuurlijk richt tot de weggebruikers, want u bent daar de instantie bij uitstek om zeg maar, iedereen op te roepen om zich aan de regels, extra aan de regels te houden vanwege de feestperiode. Dat klopt. Het gaat niet alleen maar om die feestperiode. Ja. Veiligheid begint bij jezelf. Snap je? Het is, hoe ga je ermee om? Veiligheid is niet alleen voor het ministerie van Justitie en Politie. Ieder moet er naartoe werken dat er sprake kan zijn van een adequate veiligheid. Ja? Het veiligheidsgevoel, daar werk je zelf aan. Natuurlijk moeten we het met z'n allen doen. Het is niet alleen gelegen aan deze periode, de decemberperiode, die feestperiode. Het moet een constante periode, een situatie zijn. Ook na 2 januari zal ik de mensen blijven oproepen. Laten we het samen doen. Ja? U zult het ook zien in de toekomst dat we alle actoren erbij gaan betrekken. Ja? In die buurten. We zijn bezig die scans te maken. Ja. Je hebt de buurtmanagers die nu bezig zijn. Daar waar er geen buurtmanagers zijn, zullen er buurtmanagers geplaatst worden. Die trainingen zullen hervat worden. En ook de buurtwachten gaan we erbij betrekken. We moeten het samen doen toch? Want dan pas kunnen we praten over die integrale aanpak, ja, van de criminaliteit. En ik ben ervan overtuigd, hè. Als we het samen doen, ja man. Dat is uw verwachting? Medio, ja. Binnen een paar maanden hebben we het onder controle. Okay. We hebben het daar onder controle. Die overtuiging heb ik wel. U noemde het, zeg maar het heractiveren van de buurtwachten. Als de buurtmanagers. Buurtmanagers. De buurtmanagers. Welke andere activiteiten heeft u in planning voor komend jaar om dat veiligheidsgevoel te vergroten? Nou, laat me dit ervan zeggen. Die integrale veiligheid, ja, dat heeft natuurlijk onze aandacht. Die transformatie binnen het korps, die zal voortduren. Want het moet zijn doorwerking hebben naar de veiligheid van de samenleving. Ja. Ook in de overige woongebieden gaan we er naartoe werken om die openbare orde, die rust en die leefbaarheid op te graden. En daar hebben we de medewerking
van de samenleving weer nodig. Ja? Die verkeersveiligheid hebben we al erover gesproken. En daarnaast hebben we ook nog die zware criminaliteit. Ik zei het eerder al. Die georganiseerde criminaliteit. Ja? Het indamen van de illegale, die instroom. Want dan komt ook dat stukje van mensenhandel en mensensmokkel in beeld. Want die moet er ook niet aan voorbij gaan. We maken deel uit van die internationale gemeenschap. En men staat toe te kijken hoe we ermee omgaan. Dus we moeten, er is werk aan de winkel. Ja. Snap je? Er is veel te doen. Bepaalde... We zijn ook verbonden aan bepaalde organisaties, zoals Interpol. En ik heb recentelijk nog zo'n meeting mogen participeren. En daar heb je weer die samenwerking. Want alles doe je samen. Je kan niets alleen doen. En we hebben ook vanuit het buitenland die medewerking toegezegd gekregen om Suriname meerdere stappen, ja, op te krikken naar de bijdrage die Suriname ook kan leveren. Ja, aan niet alleen die integrale criminaliteit, maar de criminaliteit in zijn algemeen, ja, op internationaal niveau. Dus er is werk aan de winkel. In een jaar ga ik dat niet kunnen klaren. Maar het is toch wel belangrijk dat we alvast de stappen zetten naar die goede richting toe. En we gaan het samen doen. Ja. Ik blijf erop hameren, samen. Want die gemeenschap hebben we nodig. We hebben ieder nodig, ja, om toch wel dat rustig leven, ja, te kunnen garanderen. Mm. En ik mag dat nog toe zeggen. Gisteren keek ik naar een filmpje vanuit Brazilië. Dan zou men zeggen van nee, het is niet te vergelijken. Die gemeenschap is groter. Maar het geeft je toch wel een boost op om harder je best te doen. Ja, om te voorkomen dat het zover komt. Dus ik ben goed gesteld. Ik wil even teruggaan, minister, naar de kwestie van het transport van zwaar materieel over de, over de Weidenbosbrug. Maar in dit geval denk ik ook aan andere bruggen. Wordt de controle daar ook toegepast? Natuurlijk. Okay. Het gaat niet alleen maar om de Weidenbosbrug. Okay. Natuurlijk wel. Maar we hebben maar één hoge brug, hè? Dat is de Weidenbosbrug. Maar hetzelfde zal ook plaatsvinden over die Koppenamebrug. Maar daar heb je ook een andere situatie. De brug is niet zo hoog, maar het is goed dat hij die vraag stelt. Als we het goed willen doen, dan moeten we de aandacht vestigen op alle bruggen. Oké, okay. Minister, resumeren. Dus controle wordt streng opgevoerd bij de brug, de Weidenbosbrug. En u doet natuurlijk ook een beroep op de samenleving om de nodige bijdrage te leveren. Want zoals u het al zei, gaat u het niet op eigen houtje kunnen klaren. Nee, we gaan het niet alleen kunnen doen. En ten aanzien van de overige veiligheidsaspecten, daar werkt u hard aan. En we mogen het komend jaar een aantal mooie zaken verwachten, als ik het zo mag zeggen. Oké. Okay. U mag er overtuigd van zijn dat het goed komt, hè? Echt wel. Het belangrijke daarvan is, de mensen zijn gemotiveerd. Dan heb ik het over het geheel personeel van justitie en politie. Ik mag dat woordje niet eens gebruiken. Ik mag er trots op zijn. Ja? Het politieapparaat, hier en daar heb je wat uitspatting. Maar in elk gezin heb je het, snap je? Maar voor 90%, 95%, mag ik zeggen dat de mensen gemotiveerd zijn. Men heeft er geen hoogte van hoe hard de mensen werken. Echt wel. En dan heb ik het ook niet alleen over het Korps Politie Suriname. De brandweer heb je ook. Je hebt het Korps Penitentiaire ambtenaren, want er zijn een aantal korpsen. Ja. De BBS'ers mogen we niet vergeten. Nou, die mensen zijn goed gemotiveerd. Echt wel. En 2019 moeten we er naartoe werken dat die motivatie er blijft. En dat die motivatie vergroot wordt. Want daar gaat het uiteindelijk om. We kunnen praten over verkeersveiligheid, criminaliteitsbeheersing. Maar als de handhavers, als de mensen die daarvoor moeten zorgen, niet gemotiveerd zijn, hoe gaan we verder? En ook daar heb ik die samenleving nodig. Ja. Snapt u, want het is niet makkelijk. Okay. Ja? Ook minister, tot slot van dit vraaggesprek. Het enige dat de samenleving wil horen, justitie garandeert de algehele veiligheid. Ik denk dat de samenleving zich nu al ervan bewust is. Okay. Ja? Het komt goed. We gaan het niet direct
ja, tot 0% kunnen brengen. Maar het is wel merkbaar. En we zullen er naartoe werken, dus dat het toch wel... Nog geen 0%, maar tenminste... Beheersbare proporties. Beheersbaar. Ik ben bang om percentages te noemen, dat man kan ik niet. Maar tot beheersbare proporties te brengen. Oké. Okay. Ja, die garantie geef ik. Oké, okay, minister, bedankt voor uw komst naar het Nationaal Informatie Instituut. En ook het beste voor het komend jaar. Dank u. En ook aan jullie allemaal. Yes. Allee.